Op het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg wordt op dit moment het Nationaal Militair Museum gerealiseerd. Het is een fusie van twee musea, het Legermuseum uit Delft en het Militair Luchtvaartmuseum dat sinds 1980 gevestigd is op het Kamp van Zeist. We staan hier bij een grote overzichtsfoto die een beeld geeft van de situatie van de voormalige vliegbasis Soesterberg medio 2012. We zien een groot aantal hangars en het aardige van het project waar we nu aan werken, de fusie van Legermuseum en Militair Luchtvaartmuseum, is dat we dus met de collectie van het Militaire Luchtvaartmuseum teruggaan naar de locatie waar het museum is ontstaan. In 1968 werd in deze hangar 3 het Luchtmachtmuseum opgericht. Aardig detail daarbij is dat het museum zijn ontstaan dankt aan de woelige situatie in de tweede helft van de jaren 60. Er was veel maatschappelijke onrust en in die omstandigheden vond de luchtmachtleiding het niet gepast om grote vliegshows te organiseren in het kader van een lustrumviering. En als alternatief werd toen een tijdelijke tentoonstelling ontwikkeld in die hangar 3, die later een eigen leven is gaan leiden en is uitgegroeid tot het Luchtmachtmuseum. Ik laat u graag het plan zien voor het Nationaal Militair Museum, zoals het zal gaan werken vanaf medio 2014, wanneer het open is voor het publiek. U komt binnen met de auto, u parkeert hier op P1. Vervolgens kunt u lopend naar het museumgebouw toe. We hebben ervoor gekozen om één groot museumgebouw te realiseren. Jan Jansen zal dadelijk verder toelichten hoe het museumgebouw precies werkt. Belangrijk voor nu om te laten zien is in ieder geval ook dat we een toren zullen realiseren, 33 meter hoog. En daarmee kunnen we niet alleen verbinding leggen in de nabijomgeving, maar ook juist in de omgeving buiten de vliegbasis Soesterberg. Interessant bijvoorbeeld ook om alle militaire objecten daar te zien. Denkt u bijvoorbeeld aan de piramide van Austerlitz. In het gebouw, nabij die toren, zullen wij ook het informatiecentrum organiseren voor het Hart voor de Utrechtse Heuvelrug. Dat doen we in nauw overleg met de provincie. Vervolgens als bezoeker kunt u gebruik maken van het activiteitenterrein. We hebben een verhard activiteitenterrein, dat is eigenlijk bestaande betonsoort, ziet u net achter het gebouw. En we hebben het onverharde activiteitenterrein, waardoor het jaar heen activiteiten zullen worden georganiseerd die te maken hebben, zeg maar, met het museum. Een hangar hebben we gehandhaafd, dat is deze hangar en daar gaan we het depot in realiseren. We gaan het voor een klein gedeelte zelfs ook uitbreiden, gegeven de omvang van de collectie. En interessant kenmerkend onderdeel van het plan zijn deze twee oudste gebouwtjes, 1911, luchtvaartgebouw, en een hangar eind jaren 20. Een onderdeel van het grote geheel is ook de landschapsontwikkeling, eigenlijk dit gedeelte van het plan, waarbij we eigenlijk een compleet park gaan realiseren. Nou, dat is een traject wat we nauw overleg doen met de regiopartijen. De gemeente Zeist en de gemeente Soest zijn ook nauw betrokken naast de provincie. En tot slot wil ik ook nog aandacht vestigen op dit onderdeel van het plangebied, het stiltegebied. Ook daar zal Jan Jansen nog een nadere toelichting op geven. We realiseren met dit nieuwe museum denk ik een prachtig instituut wat buitengewoon belangrijk zal zijn voor Defensie, maar ook natuurlijk voor de Nederlandse samenleving. De link met de krijgsmacht die wordt ook gesymboliseerd door het behoud van het stiltegebied. Van oudsher is op dit terrein het monument voor de gevallen kameraden van de militaire luchtvaart. Het dateert uit 1923 en er is nog een toevoeging bijgekomen een aantal jaren geleden. Een aantal gedenkzuilen met de namen van omgekomen militaire luchtvaartpersoneel sinds het begin van de vorige eeuw.